Goedemorgen, ik ben Michel Mooijer, beleggingsadviseur bij OOV. Welkom bij de wekelijkse Business Outlook. Ondanks de aanslagen in Brussel gisteren houden de aandelenbeurzen goed stand. De AEX staat momenteel rond de 445 punten en heeft al een tijdje moeite om de 450 weerstand te doorbreken. Volgens technische analisten is daarna de weg vrij om verder te stijgen naar de 475. De meeste bedrijven hebben inmiddels de jaarcijfers gepubliceerd. En de centrale banken van Europa en de Verenigde Staten hebben deze maand het monetaire beleid bekendgemaakt. Medio volgende maand komen de OPEC en non-OPEC landen bijeen in Qatar om de bevriezing van de olieproductie te bespreken. De olieprijs is recent met ruim 50% hersteld vanaf het dieptepunt en staat nu rond de $40. Een verdere stijging van de olieprijs zou de beurzen verder omhoog kunnen stuwen, hoe raar dat ook misschien mag klinken. Op macro-economisch vlak krijgen we om 3 uur alleen de nieuwe home sales vanuit de Verenigde Staten. Om 3:30 komen de olievoorraden. En deze cijfers kunnen de beurzen dan nog een richting opduwen bij een afwijking van de verwachtingen. Morgen om 8:00 Duitse consumentenvertrouwen en later om 9:15 de Franse versie hiervan. Dan om 10:30 de Engelse detailhandelsverkopen. Om 13:30 de jobless claims uit de Verenigde Staten en orders voor duurzame goederen. Europa en Wall Street blijven op goede vrijdag dicht. In de Verenigde Staten wordt de handel maandag 28 maart weer hervat. Europa is ook op tweede paasdag vrij. De markten kunnen dan voorlopig niet reageren op een bak cijfers uit Japan aanstaande vrijdag. Dit was de OOV Business Outlook. Graag tot de volgende week.